daar zijn ze weer. Ja, even checken af en toe, even tellen. Of al mijn kinderen er nog zijn. Oké, we kunnen weer verder in de finale. Alles is weer aangesloten. Ik denk dat het een goede volgorde is. Ik zie dat auto's achterin, die had ik al meer voorin verwacht. Dus het kon nog wel eens een harde strijd worden. Maar in ieder geval, Peter Koelewijn is de koploper op dit moment. De tweede plek, Jouke Laan. Daarachter is Marco Bakker. Daarachter de nummer 12, Sander Beers. En daarachter is het de ANP-auto van Jeroen Daan en nummer 89.
Maar Bron gaat er een stukje op de grond, hoor. En dan pak je hem net aan. Iedereen steekt zijn duim op. Ik wil niet aan. Iedereen. Hele finale. Ja, Marco Bakker heeft de rechter. Die zei uit het kroonvoer. Natuurlijk wordt de oorzaak dat hij met een goede bocht doorkomt. Maar op kop hebben we nog steeds Jan Klaan, 177. De baas komt niet over en zo. En daarachter is Ben Schoenemann, die is allemaal volgen van zichzelf zijn. Daarachter toch alweer, als het nu wordt, dan hebben we 10. Ik ben alweer op de derde plek 5. Ik kan er nog niet eens zien komen, maar toch 5 minuten naar voren. Wat voor wat ik van denk.